Eindelijk de iPhone ophalen, jongens. Bij het Apple hoofdkantoor. In Dublin werd ik apart gehaald. We hebben vandaag de Amerikaanse McDonald's. Hey, hey, hallo. Waar zijn wij nou? Ireland, Ierland, Dublin. Nou, we zijn in Dublin. We zijn met Aerlingers gevlogen. Ja, we moeten nu wachten. We hebben net de security gehad. We hebben straks nog een leuk verhaal over. Doen we ja, als we in Amerika zijn. Ja. Ja, voor jou wel. Ja, voor mij ging het helemaal snel. Maar bij hem ja. Niet. Nee, natuurlijk ging het weer niet snel. We gaan nu wachten tot we het grote vliegtuig in mogen. En dan mogen we lekker vliegen naar... Amerika. Naar welke? San Francisco. Ja, we hebben zo'n deo. Ja, precies. Moet je even ruiken anders. Hier. Nou, het is chemisch. Maar we zitten bij gate 417 in Dublin. En daar gaan we zo meteen inchecken. Dat wordt hartstikke leuk. En, nou, het is airport een beetje. Het is best wel prima airport, maar wel klein. En ja, rustig. Hey Peter. Hey. Waar zijn we? We zijn nu officieel geland in San Francisco, jongens. Amerika, let's go. Pakken de airtrain nu naar de huurauto's. We hebben net een mobiel abonnement afgesloten hier voor 160 euro. Voor 4 weken. Nou oké, onbeperkt internet. Hebben wij wel nodig. Dit is Terminal 1. Hier, kijk eens. Nee. Laatste hoeven wij pas. Nou, tijd voor vakantie. Wij zijn er lekker van genieten, zou ik zeggen. En jullie kunnen kijken naar de vlogs en ook meegenieten. Dus check het uit, abonneren en we gaan echt fucking veel doen. Dus let's go. Let's go. Woo! Kijk, joh, gewoon mijn eigen bagage, man. Zo, we hebben de huurauto. Een mooie nieuwe auto. Hij heeft ook nog maar 1000 kilometer op de teller staan. Dus we hebben gewoon een nieuwe bak. Perfect. Maar goed, we zijn bij het motel aangekomen. We gaan even checken of wij hier kunnen inchecken. En of wij dan lekker even op bed kunnen ploffen, want ik ben moe. Koffers pakken we zo mee. Oh ja. Ik heb wel genoeg etententjes onderweg gezien. Daarom. Oh, hij piept zelfs van buiten. Ik vind Amerika echt een fantastische vibe. Nu al. Ook met het auto rijden, ik vind het echt leuk. Hier nog zo eentje. Wij zijn dus bijna al 40 uur wakker. Nee, iets minder. Italië? Ja joh. Lexus. Hier palmboompjes. En dan hebben we, dit is ons eerste motel. Oh, dat is de lobby. Daar checken we in. En dit zou een van onze kamers zijn. Oh, het ziet er nog best leuk uit. Ik vind het niet echt zo heel gek. Maar ja, dit is het eerste hotel voor de eerste nacht. Ja, we kijken wel even. Of bij de overkant. Eerst even de lobby. Oh ja, daar aan de overkant doen we gewoon Mackie. Laten we even hier kijken. 5,53. We zitten daar precies achter. Daar zo. Huh? Gaan we kijken. Ja, niet inchecken, dat hebben we gedaan. Ja, dat wordt toch. Maar we staan met de auto onder een palmboom. Ja, dat maak je ook niet ook al mee. Goed, ja, laten we die kant op gaan. Ja, pasje. Ja, pasje is. Ja. Oké, let's go. Echt, het blijft een lijpe bak. Ik denk dat we via deze kant naar boven kunnen. Dit is wel een beetje grimmig. Hey. Nou, de lift overigens ook. Zo, staat er ook gewoon aan een 0,0 suikerflesje. Maar goed. Wel denk ik even. Yeah. Oh, het is Amerika. Oh mijn god. Ja, de eerste etage is ground floor. Kijk, de tweede etage is boven. Ik zag opeens die 1 staan. Oh ja. Yeah, je zit het gelijk. Nog een dingetje op. Oh joh, het is groot man. Oké, okay, Peter Pan. Doe maar in. En dan gaan we kijken wat de kamer. Ja, gelijk eruit. Andersom nou even. Ik heb hier pijl zitten. Dan doen we nog een keer. Gaan even snel erin en eruit. Heb je er niet in gewacht, denk ik? Ja, ik heb het. Ja, oh, top. Daar zijn we. Zo, we rijden door. Oh, een bankje zelfs, joh. Ha. Een muffe geur. Goeie douche. Nou, dan gaan we straks even keuren, die douche. Ja. Nou, onze eerste motel in Amerika. Een goede phone. Spulletjes. We hebben hier zo een bankje. Tafeltje erbij. Een heerlijk bed, denk ik. Slaap ik aan de andere kant? Nou, dan slaap ik naast de wekker. Ik wil gewoon een wekker. Fucking sick. We hebben het opgeregeld. Nou, ik vind het prima. Het is toch een airport hotel, dus. We zijn binnen. En nou ja, wat uitzicht hebben we trouwens op de parkeerplaats. We kunnen onze auto niet zien, maar
Maakt in principe ook niet uit, het is toch niet mijn auto. Dus dan boeide me niet. Nou, wij gaan even uitrusten. We gaan eten. Waar? Mackie? Ja, we hebben een Mac voor de deur. Nou, dat is toch geen straf. We hebben hier ook iets van een restaurant zitten, maar dat leek ons niet heel boeiend. Maar ja, we maken ook gelijk even foto's van het motel. Oei, yo, piekgoed. Oké, we gaan eten bij de Mac. Ik neem jullie mee. Ik ga het laten zien. Het wordt super tof. Let's go. En dit is dus onze kamer. We zijn net onderweg naar de Mac, die daar zit. Maar dit is het zwembad. Op foto's zag hij er groter uit, maar ja, dat hoor je vaker. Kijk, dit is dus de entree. En daar zit dus de Mac. Dus we lopen het gewoon lekker. Oh, mocht je je afvragen waar we zitten dus in dit motel. El Rancho. El Rancho in... ja, het is San Francisco, maar ze noemen het Milbrae volgens mij hier. Durf je niet? Wait, wait. Dan gaat hij vast wel een keer op groen. Is er niet? Oh, kijk, daar is groen. We mogen. En hij heeft dus voorrang, want hij komt dus van recht. Overal, ik ook. Een speciaal knopje. Ja, en er wordt er wat gezegd. En dit is de Mac. Hoppa. Ja. Mackie Drive. En lekker rustig ook. Ik denk dat er wel plek binnen is. What the fuck is dat? Nou, hallo allemaal. We hebben vandaag de Amerikaanse McDonald's. Ja, met een kleine Fanta en een kleine cola. Ja, nee, dat is wel groter, maar... we hebben wel een grote friet per persoon. Oh, dat is prima. Er zijn 6 nuggets in een ding van 4. Dat is ook typisch Amerika. Ja, dat is ook kortom de rietjes. Ja. Hier, je hot mustard. En een ding van mij. En nog een keer hot mustard. Ja. En chicken nuggets. Ja, de cola is ook gewoon lekker. Nou, toch wat zoeter dan in Nederland. Ja. Lekker. Ja, echt of? Ja. De nuggets met barbecuesaus. Maar. Ook lekker. Dat valt reuze mee, hoor. Nee, dat valt gewoon reuze mee, jongens. Valt reuze op de grond. En dan de spicy nuggets, maar ik weet dat jij van die burger bent duidelijk. Ja? Spicy nuggets zijn wel minder. Ja, veel zachter. Nou ja, in Vliegers vlogen onze McDonald's showcase. We gaan binnenkort nog meer fastfood doen. Dus. Yo, check. Een soort lichtshow. Weer van die drones. Heel erg dik. Nou, bizar. Ja. Ik weet echt niet wat dat is. Ja, drones, maar. Morgen gaan we naar Los Angeles. En dan rij je helemaal naar het zuiden toe. Ja, en wat we nog gaan doen moeten we terug of de heenweg. No clue. Ik laat jullie weten. Mister, dezelfde vlog nog. Want ik plak ze samen. En we gaan er vandoor. Waar gaan we heen? We gaan naar de Hollywood. Ja, we stoppen bij Cupertino. Ja. En we stoppen ergens onderweg nog bij Malibu. We gaan nu rijden en dan gaan we richting het wat zuidelijker van Californië. Ja. Dus ben benieuwd, we hebben net een check-in gedaan bij Hollywood, gisteravond zelfs. Moest mijn paspoort en mijn selfie achterlaten. Oh ja. Ik wil het verhaal praten wat er op het vliegveld gebeurde trouwens. Ik moest in Dublin, werd ik apart gehaald, moest ik mijn schoenen uitdoen, dat is logisch bij de security check. Mijn laptoptas werd eruit gehaald. Mijn hele tassen werden overhoop gehaald, mijn koffer en... nee, mijn koffer niet, want die had ik niet meer daar. Maar in ieder geval, alles werd overhoop gehaald en ik werd gefieerd en ik kreeg nog vragen en noem maar op. En uiteindelijk bleek het dus een check te zijn, omdat er iets met mijn inchecken was of zoiets. Ik weet niet meer wat het nou was, dat bleek het te zijn. En hij mocht wel gewoon in één keer door. Hij zat er ook niet naast, dus ik moest op een stoeltje zitten, ik was ook de enige daar. Dus ik dacht echt van, oké, leuk. Dus na 5 minuten heeft het wel geduurd, toch? Ja, toen mocht ik eindelijk weer weg en toen zat ik daar. Moest ik zelf mijn tas weer inpakken, alles doen. Dus oh, wat een gejank, jongen. Maar we zijn er doorheen gekomen en we zijn nu in San Francisco. Maar het was wel heel vaag. Ik had het niet zien aankomen of zo, heel gek. Maar zo. Maar ja, dus dat was ik bijna eraf vergeten te vertellen. Ja. Nou, tot zo. Nog één keer in de lift. De Phoenix Modular. Nou. 2 binnen, 3 buiten. Er staat hier weer de auto. Good morning. Kijk eens.
Hier gaan we mee weer weg. De achterklep mag ook dicht hoor. Ja, leg die maar rechts. Andere ja kan ook. Top, mooi man. We zijn uitgecheckt. Ja. Hoppakee. Let's go, dan gaan we door. Kijk wat voor lekker weer het is. Palmboompjes. Ja. Boompjes. Dat is fantastisch. Hier, Florida komt hij zelfs. Oh, hier, check deze. Hij komt uit Florida, man. Ik zie ik ze staan. Sunshine State. Daar was mijn meneer een paar weken terug. Ja, lijp. Ja. Ja, leuk man. Zo leuk dat je dat allemaal aan de kentekens kan zien. En wij hebben natuurlijk, wij rijden straks in Montana met Californië. Nou, dat is toch ook leuk? Ja. Ik rij. Ja. Ja. Ja, leuk. Leuk, leuk. Ontbijt. Ja, we gaan even ontbijt halen. Oh ja, we hebben een lolly gepakt. Oké, let's go. Ja, helaas geen CarPlay in de auto, maar... Wat boeit het eigenlijk ook? Dat is niet belangrijk. Nee, daarom. Dat moet je dus niet doen. Piep, piep. Ja, want ik heb mijn gordel nog niet om. Hij zit helemaal vol. Dus we kunnen nog even met onze Toyota vooruit. Lekker man. Door even hard blazen. Ik heb jullie weten dat dit plekje is in mijn spiegel, bovenspiegel. Let me even know. Nou jongens, kijk, daar is de Walmart. Eindelijk. We zijn er. Let's go. Ja, maar mijn navigatie hangt daar, dus dat is niet heel handig. Kan ik je ook niet opnemen? Ja, sowieso. Maar laten we eerst eventjes een parkeerplekje zoeken. Dat voelt allemaal weer. Ja, leuk hè. Zo, we staan op de parkeerplaats. Tijd voor de Walmart. We hebben ook One Direction aan. Nou, lekker man. Ontbijt, inderdaad. Alles even bekijken daar. Maat, kijk hoe groot deze zijn. Vergelijking. Fanta Pineapple. Oh, je hebt deze, dus die jij altijd hebt. Maar hier heb je de chips. Ah, dat valt nog wel mee. Het had te erger gekund. Ik had het erg verwacht. Heel veel soorten. Ja, wel heel veel soorten. Hier, de Flamin' Hot. Oh ja, die zijn wel groot, ja. Hier, Flamin' Hot. Je hebt de Hot Wing, Hot Lemon. Zo, boodschap gedaan voor $79. Duur grapje, dit land. Maar ik doe de klep open via de afstandsbediening. There we go. En dan mogen we alles er gewoon tussendoor gooien. Ja, hier ook. Ja, joh. Water zetten we wel gewoon even de achterbank. Ja, dat neem ik niet op. Dan moet je kijkjes. Die kijkjes heb ik niet. Oh ja, neem maar mee hoor. Hier de auto open drukken. Voor het gemak van de Amerikanen. Min 10. Hoppa. De achterbank, ja hoor. Ja, die mag nu weer uit. Ja, het gemak hiervan, geen muntje. Dan gaan we de car terugbrengen. Hoppa. Oh ja, ook alleen in Amerika staat er trouwens een plantje in een Burger King ding. Ja. Zo, dames en heren, goeiedag. We zijn onderweg naar Cupertino, het hoofdkantoor van Apple. En daar willen we gewoon even kijken. Er is daar niks te zien, maar nee, we gaan er nu heen. Er staat er trouwens overal borden hier met keep right if you are slow. Ja, nou, we rijden dus helemaal rechts. Die doet dat dus niet. En dat is dus wel, die ook niet. Check. Motorchecks zijn echt leuk, man. Hier is nummer 06. En nou, we zien jullie zo als we bij het hoofdkantoor aankomen. We zetten hem tegenover een pizza. En dan gaan we even. Ja, dan zetten we hem tegenover. We gaan even ontbijten. Maar niet met de pizza. Nee, we gaan eieren ontbijten. Ja. Walmart is €70, dus zo meteen even shoplog. Shoplog! Nou, tot zo. Tot zo. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. Het is het laatste verkeerslicht voor überhaupt de parkeerplaats. En daarna zien we daar zo meteen het hoofdkantoor. Ja, ergens daar in de verte denk ik. Hè? Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen hier voor. Misschien kun je hier nog wel eens een telefoonhouder halen als je wil. Of niet, zit hier. De ranch. We mochten weer lopen. En dit is het Apple hoofdkantoor. Even kijken wat dit überhaupt is. Oh, eekhoorn. Ik zweer het je. Kijk jongens. Eekhoorntje. Ah, hij is net weg. Hij zit er nog wel, maar die gaat weg. Hebben we broodjes? Ja. Dit zijn melkbroodjes, alleen dan met chocola. Net zoals in Nederland en gewoon heel Europa. Dit is typisch Amerikaans. Echt heel vet. Ja. Nou goed, we gaan even kijken of we iets kunnen zien van het Apple hoofdkantoor. Ja. Ik denk weinig, maar
Dat is wel grappig. Kunnen we daar kunnen we denk ik naar ergens voor in blijven. Dat is wel, nou daarin niet, maar we gaan wel wat zien. We zijn bij de ingang. Eindelijk is mijn nieuwe iPhone ophalen. Eindelijk de iPhone ophalen, jongens. Bij het Apple hoofdkantoor. We moeten daar lopen. Ja, je kan er niet eens, employees only, maar daar zien we het Apple hoofdkantoor. Hier staat het ook, employee only van Apple Parkway. En dat is daar. Ze zijn er geweest heel even, kort. Ja, ik denk niet dat je daar heel veel meer kan zien. Nee, ik denk het ook niet. We kunnen even heen lopen om te kijken om wat, maar ik denk dat het weinig is. Sick. Verder kunnen we niet, jullie. Dan lopen we even daarheen. Daarheen. Ja, hier houdt het inderdaad wel redelijk op. Dan gaan we hier de weg af. We hebben nog één laatste shot. Ja, dan vind ik het wel mooi geweest. Gaan we hier weer verder lopen. Ho. Morgen. Kijk jongens, daar is dus het kantoor nog een keer goed zichtbaar. Je ziet het wel redelijk mooi. Ja, en dit is dus waar Apple hun livestreams doet van nieuwe dingen en zo. En ja, waar Tim Cook zit en zo, het hoofdkantoor. Alles gebeurt hier. Het hart van Apple. En hier maakten we net een fotootje. Ja, hier zit een beveiliger. Wat komt er alweer hoor? De beveiliger is een golfkarretje. We zijn in Santa Cruz. Ja. En wat een mocht je op het strand lopen. Het is 12 uur 's middags. Laten we even kijken. Die man heeft gewoon een lekker firepit. Lekker man. Super tof. Lekker man. Het zijn best wel hoge golven. Daar. De zeehond. Waar is hij nou? Hij is nou weer even onder water. Nou, ze zijn nu weg. Maar wellicht heb jij hem gezien. Op beeld. Nou, hij zit daar ergens een zeehond. Maar daar, daar ging hij weer. Daar, kijk. There we go. Oh, dat gaat snel. Leuk man. Santa Cruz is een redelijk levende omgeving. Daar heb je mensen aan het strand zitten. Daar heb je bootjes. Daar zijn ze aan het volleyballen. Er gebeurt redelijk wel wat hier. Best wel gezellig. Dan heb je daar nog wat bootjes. Die komt er ook nog eentje aan. Vuurtorentje. Daar gaan we verder met het handballen. Volleyballen, sorry. Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Sick. Met van die korfjes. Dat is waar. Dat is waar. Ja, leuk. Santa Cruz wel gezellig. Kijk, dit is gewoon zo typisch Amerikaans. Zo'n vlag. Sick. Een barbecue erbij. Hoppakee. En wij rijden nog steeds in de Toyota. Hier, kijk jongens, waar we allemaal tussendoor rijden, joh. Rotsen. Allemaal rotsen. Wat fantastisch. Ik heb trouwens de cruise control gevonden. En ik heb ook lane assist. En dan rijdt hij eigenlijk gewoon praktisch zelf. Maar dat vond ik een beetje saai worden. Check dit. Wauw. Yes. Zie je, rennen. Rotsig. Ja. En, nog twee uurtjes rijden. We zijn ongeveer. We moeten nog wel een stukje hoor. En dan ben ik wel weer klaar mee. Het is inmiddels 17:15 s'avonds. Zo, waar zijn we? L.A. Hollywood Hills Hotel. Een van deze is onze kamer. Dus laten we naar boven gaan. Ja. Kijk eens jongens. Er zijn we. We zijn er. We zijn er. En dit is precies het uitzicht wat we hoopten. Op L.A. Heel sick. Ja. Verder is het ook dus heel erg mooi. Best wel een mooi appartement. Mijn camera is wel leeg, maar dit is ons bed. Ik slaap aan die kant. Hij helaas daar. De bank is ook goed.